Hallo allemaal en welkom bij deze gloednieuwe video. Heel fijn dat je op deze video hebt geklikt. In deze video ga ik je laten zien wat ik op een week de tijd qua kledij draag. Ik moet wel zeggen, er is een dagje carnaval bij. En er is zeker weten een dagje chill bij. Omdat ik namelijk het weekend dat geweest is, gewerkt heb. Dus eigenlijk had ik maandag mijn weekenddag, zal ik zeggen. Verder heb ik eigenlijk niet veel juwelen aan. Enkel deze oorbeltjes zijn van Shein. En mijn elastiekje dat ik altijd om heb, is meestal ook van de Shein of van de Primark of dergelijke. Verder heb ik eigenlijk zelf of nooit juwelen aan. Anders moest dat veranderen. Zeg je dat ook gewoon in deze video. En dat is het denk ik zo'n beetje. Vergeet zeker niet dat het duimpje omhoog doen te abonneren en op het belletje ernaast te drukken. Dan blijf je up-to-date van mijn video's en met de volg op Instagram. Dat zou ik fijn vinden. En dan zie ik jullie heel veel kijkplezier. Goed, ik heb vandaag een chilldagje, dus ik heb een homepack aan van Dorothy Perkins. Ik ga het nog sowieso in beeld zetten, voor moest ik iets fout zeggen. Dan kun je het makkelijker opzoeken. Ik heb deze bij de Zalando, maar vorig jaar al gekocht, of 2 jaar geleden bedoel ik al gekocht. Dus het heeft hier zo een zakje, poponnetjes en een mega warme cap. En dan als kousen heb ik echt van die, ja, babyblauwe kousjes. Ik weet niet, ik zal een beetje inzoomen, dan zie je dit iets beter. Het zijn echt zo van die fluffy bedkousen. Dus dit is eigenlijk mijn look van vandaag. Oké, wat heb ik vandaag aan? Ik heb een sweater trui aan van Jacqueline de Jong. Ik heb een broek aan van Object. En ik heb mijn Pullmans botjes aan. Ik zal het eventjes nog wat beeld laten zien dat het iets dichterbij is, dat het iets duidelijker is voor jullie. Trouwens, mijn oorbellen dat ik een hele week hetzelfde aanlaat, zijn van de Shein. En verder draag ik deze week niet veel juwelen, want ik moet werken, dus dan draag ik nooit echt veel juwelen. Dus dit is mijn lookje van vandaag. Vandaag heb ik een blouseje aan van de JWC, een lange mouwen zwarte t-shirt, even van de Action, Tommy Hilfiger riem, mijn Object broek die ik gisteren aan had. En ik ga dezelfde botinekes laarsjes aantrekken. En trouwens dit kettingje, dat heb ik nog niet uitgelegd, die komt van de Six, die heb ik ooit gekregen van Vincent. Dus dat is mijn outfit of today. Oké, en vandaag zijn we donderdag. Dat wil zeggen een chill dagje. Niet echt een chill dagje, meer een poetsdagje. Het is omdat ik ook wel een chill pakje heb aangenomen van Love Lounge. Dat is dus het pakje. Kousen zijn van de Hunkemulls en zo, die fluffy kousen. En onderaan, zien jullie het ook al, heb ik een t-shirt aan van mijn vriend van Scotch en Soda. En dat is eigenlijk mijn look of today. En dan zijn we aangekomen aan vrijdag. Vrijdag was het carnaval op mijn werk. Dus droeg ik een polo van Bpost, een sweater of een vlies van Bpost, een broek ook van de post met mijn Tommy Hilfiger riem en kousen van Weekend Club met een heel fijne tekst erop, namelijk Don't Touch Me. Maar het is niet super duidelijk gefilmd, mijn excuses. En dan droeg ik ook nog een pet voor het af te maken, mijn outfit. Dan, vandaag is het zaterdag. Wat heb ik vandaag aan?
een pilletje van de Primark. Mijn visje, lila visje, echt een mega mooi visje en een warm visje, is van Isabel's. En mijn broek is van de Zara. Hij is wel iets te kort voor mijn lange benen, maar hij heeft zo een speciale voering binnen voor de winter. En daar hou ik van. Ik heb op dit moment weer mijn fluffy kousen aan. Maar ik ben van plan om terug mijn botjes van Pullman aan te doen. Omdat ik die het fijnst vind in de winter. En ik heb voor de rest niet veel botjes. Dus daarom dat ik die heel graag draag. Dus dit is mijn look of today. Vandaag zijn we zondag, de laatste dag van de week. En daarom heb ik dus dezelfde pul aan als gisteren van de Primark. Dit kettingje met ringetjes weet ik niet exact van waar dat die komt. Ik denk van een plaatselijke juwelier, want dat is van mijn moeder. Dan heb ik deze trui aan van Pep. Dat is een merkje van de JBC. Mijn broek van de Zara hetzelfde. En gewoon witte kousjes. Van waar die zijn, dat weet ik niet. Dat is eigenlijk gewoon mijn outfit of today. Ik heb eigenlijk gewoon alleen mijn trui vervangen. Omdat ik eigenlijk niet superveel heb gezweet of iets heb gedaan in die pul. Maar toch voor mijn outfit anders te maken, heb ik gewoon de pul veranderd. En dat is mijn look van de zondag. Ik wil zeggen, dankjewel voor het kijken van deze video. Vergeet zeker niet dat duimpje omhoog te doen, te abonneren en me te volgen op Instagram. En dan zie ik je in de volgende video weer. Bye bye allemaal!